Na 32 jaar stopt de Bijenkorf met dit fenomeen, de drie dwaze dagen. De uitverkoop past niet meer in het strategieplaatje. Het bedrijf heeft de actie vanwege een goede omzet nu niet echt meer nodig. En bovendien richt het zich steeds meer op het hogere, luxueuze segment. En toch zal het ook voor de medewerkers een gemis worden. Het is altijd wel speciaal om het mee te maken. We leven er naartoe, dus het is ook een raar gevoel dat het nu de laatste keer is. Want hoeveel jaren doet u dit al? 15 jaar. De Bijenkorf wil zich nu nog beter profileren op het gebied van service en winkelbeleving. Al dus de Bijenkorf zelf.